In deze Schrijfidentie-editie brengen wij u twee ondernemers uit de handelssector. Irene Spangenthal, directeur van import- en distributiebedrijf Hem Suriname, en Raymond Hasnou, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Winkeliers, geven vanuit hun perspectief aan of de onafhankelijkheid een goede stap is geweest voor de branche. Ik zal het beantwoorden vanuit mij, vanuit ons bedrijf. En dan zeg ik nee. Voor ons is dat zeker geen goede stap geweest, omdat er heel veel ontwikkelingen zijn geweest in de loop der jaren, de afgelopen jaren. En ook natuurlijk in de jaren 90 en de jaren 80. Die ons bedrijf in ieder geval elke keer bijna naar de afgrond hebben gebracht. Dus als ik het voor mijzelf moet beantwoorden, dan zeg ik nee, het was geen goede ontwikkeling. Dus als Suriname een kolonie was gebleven van Nederland, dan denk ik toch wel dat de situatie een beetje anders zou zijn. Want de kolonisator die gaat een beetje anders om met de manier waarop zij zaken doen. En daar heb ik het meer over, regelgeving, wetten en dat soort dingen. En dat je dus als ondernemer sowieso moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. En sowieso met betrekking tot jaarrekeningen en dat soort dingen zou je dus strikt aangehouden moeten worden. En dat zie ik niet gebeuren nu in onze situatie. Ja, kijk, het is natuurlijk altijd heel erg moeilijk om wat als te beantwoorden. Want je weet het niet. Je weet niet hoe het zou zijn gegaan als de onafhankelijkheid niet zou zijn geweest. Misschien waren er andere ontwikkelingen geweest die ook niet zo gunstig zouden zijn uitgepakt. Dus dat weet je niet. Ik denk wel dat gedeeltelijk horen de groeistuipen bij een beginnende natie erbij. Dat zie je overal ter wereld. Dus ook in Suriname moet je denk ik verwachten dat de groei, het pad naar wasdom, om tot een goede, onafhankelijke, goed bestuurde natie te komen, zal niet van de een op de andere dag kunnen. We zijn al 45 jaar dan bezig, dus hopelijk hebben we nu een heleboel van de groeistuipen gehad en kunnen we nu echt op gaan groeien naar de volwassenheid die het moet hebben. Dat is wel natuurlijk absoluut de wens, denk ik. Bij een Bigiari hoort feest, maar de regering heeft besloten om 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid vanwege de precaire situatie op een sobere wijze te vieren. Dat gebeurt met financiële ondersteuning van het bedrijfsleven. De twee ondernemers vinden dat er onder de huidige omstandigheden geen reden is tot feesten. Dus feest vieren omdat we 45 jaar onafhankelijk zijn, ik denk het niet. Ik voel dat plezier niet om echt feest te gaan vieren en zo. Want we zitten nu in een dubbele pinari. We hebben financiële crisis. We hebben ook net COVID. We moeten met al die dingen rekening houden. Ik denk dat deze Bigiari er heel weinig te vieren valt. Suriname is bankroet. En dat is gewoon natuurlijk helemaal niets om op te vieren. En dat gaan we allemaal. Dat voelen we allemaal al, zowel de ondernemers als iedereen. En dat gaan we nog meer voelen, denk ik, het komend jaar. Want de regering heeft heel veel goede voornemens, maar gaat eerst denk ik nog meer de riem moeten aantrekken voordat we kunnen gaan groeien. Kijk, ik zou de wens willen uitspreken dat we toegaan naar, zoals ik al zei, volwassenheid. En waar ziet die volwassenheid er voor ons als onderneming uit? Dat is voor een heel groot deel goed bestuur. Ik denk, goed bestuur, daar begint het mee en daar eindigt het mee. En daar hebben we allemaal ontzettende behoefte aan. Dat was Irene Spangenthal, directeur van Hem Suriname. Raymond Hasnou, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Winkeliers. Zij vinden dat er geen reden is tot feesten.